Handelaren en ondernemers die onterecht prijsopdrijvingen doorvoeren en de gemeenschap in de maling nemen, moeten worden aangeklaagd. Dit zei handelsminister Saskia Walden gisteren aan journalisten voor de aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsvrouw deed een oproep aan de gemeenschap om haar ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie te helpen met het monitoren van onterechte prijsopdrijvingen. Ik wil vragen en ook de gemeenschap vragen dat vooral zulke mensen worden aangeklaagd of een klacht ontvangen en worden aangegeven bij ons ministerie. We hebben een klachtenlijn. We hebben ook de COSA webapp, welke te bereiken is via ez.gov.sr. U begrijpt, er zijn circa 7000 winkels en er zijn inderdaad een aantal ertussen die zich niet aan de regels houden. Omdat de winkelier de verkoopprijs, er is een toegestaande winstmarge en het is gebaseerd op de inkoopprijs. Dus de winkelier is niet toegestaan een hogere winstmarge in rekening te brengen dan voor de meeste basisgoederen is het maximaal 25%. Het mag minder zijn, maar niet meer dan 25% op de aanschaffingsprijs. Dus dat moet wel. En degene die scheef gaan, willen we vragen om dat u die inderdaad aanmeldt, omdat die inderdaad daar maar harde maatregelen tegen getroffen zullen worden. Walden zegt verder dat de regering nu bezig is te onderhandelen met lokale bakkerijen, omdat er recentelijk verhogingen bij enkele bakkerijen zijn doorgevoerd. De componenten die nodig zijn voor het bakken van brood zijn volgens de minister verhoogd. Er wordt onderhandeld over een gepaste subsidieregeling om deze groep ondernemers tegemoet te komen. De minister benadrukt dat het de staat maandelijks 6 miljoen Amerikaanse dollars kost om brood te subsidiëren.